Een heel goedemiddag allemaal en welkom terug bij Studio TVL. Oktober is de maand van borstkanker en daarom dat we daar ook even bij stil willen staan. Borstkanker is één, preventie is natuurlijk heel erg belangrijk, maar er zijn natuurlijk ook gevallen waar het onvermijdelijk is dat er borstkanker vastgesteld wordt. En dan begint er eigenlijk voor de vrouw, zowel voor de vrouw als voor de man natuurlijk, maar vooral bij vrouwen, een hele lijdensweg. En om hun leven toch een beetje draaglijker te maken, om dat toch terug een beetje nieuw leven te geven, zijn er borstreconstructies. En daar is heel veel taboe rond, dat is gewoon zo. En we willen hier bij TV Limburg dat taboe voor een stukje doorbreken. En dat doen we met dokter Bob Vermeulen van het ziekenhuis Oost-Limburg. Een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, misschien eerst over dat taboe, want ja, er wordt heel weinig over gesproken. Hè. Dat wordt allemaal toch een beetje stilgezwegen. De behandeling van borstkanker eindigt niet bij de behandeling van de borsttumor. Vaak gaat er bij een borst, of bij meestal gaat er een borstamputatie plaatsvinden. En die borstamputatie, dat is eigenlijk een verminking van het lichaam. Die verminking van het lichaam, die blijft. Hè. Dus dat is eigenlijk een blijvend letsel. Nu, de reconstructie van een borst is eigenlijk voor ons een integraal deel van de behandeling van borstkanker. Dat wil zeggen, het is het eindstadium. Ja. Wij gaan die borst opnieuw bouwen, zodat het lichaam opnieuw intact is. Maar dat hoort wel bij de behandeling. Dat voor ons en de bedoeling van de informatiesessie die wij morgen geven, is eigenlijk om duidelijk te maken van, kijk, voor ons hoort dit, is het een deel van de behandeling. In elk ziekenhuis is er een soort team, een multidisciplinair borstteam. Ja. Zij staan in voor de volledige behandeling van borstkanker. Dat gaat van de chirurg tot de radiotherapeut tot de oncoloog voor de chemotherapie. En wij zijn daar ook bij. Wij zijn daar eigenlijk een integraal deel bij. Wij helpen mee beslissen over welke chirurgie, op welk moment, is er mogelijkheid om onmiddellijke reconstructie te doen of niet. Nu, het taboe waarover u spreekt, is denk ik niet alleen gewoon over de borstreconstructies, maar kan ook, is eigenlijk nog steeds een beetje over de plastische chirurgie in totaal. Mensen denken vaak dat wij enkel cosmetische chirurgie doen, dat wij enkel gezonde jonge mensen opereren die eigenlijk vinden van hun lichaam dat het niet zo mooi is. Mm-hmm. Eigenlijk is dat niet zo. Nee. In een algemeen ziekenhuis, zoals in het Zool en Genk, gaan we eigenlijk meer dan 60% van de ingrepen die wij doen, zijn ingrepen die reconstructief zijn van aard. Dat wil zeggen ofwel aangeboren afwijkingen ofwel verworven afwijkingen door een tumor in het gelaat, de borst. Een ongeval in de hand. Maar goed, vandaag richten we ons op borstkanker dan. Je zegt zelf al, kijk, we gaan persoon tot persoon bekijken wat er mogelijk is. Wat is er tegenwoordig mogelijk? Want ja, tegenwoordig zijn de resultaten verbluffend goed. Hè? Ja, er is geen standaardbehandeling voor een borstkanker, voor een borstreconstructie. De ene vrouw heeft baat bij de ene reconstructie, de andere bij de andere reconstructie. Er zijn eigenlijk twee grote vormen van reconstructie. Dat is ofwel met eigen weefsel, dat wil zeggen dat we een soort reserveonderdeel nemen op een plaats waar er volume, zijnde huid- en vetweefsel, over is. En vaak bij vrouwen die zo in de richting menopauze gaan, is dat vaak in de buurt van de onderbuik of de bil. Dus dan halen jullie een stukje weg en daarmee Dat stukje gaan we eigenlijk transplanteren, verplaatsen naar de borstregio en daar gaan we dan een borst van maken. Ja. En dat is eigenlijk een soort win-win. Er is een strakkere buik en er is een opnieuw een borst. Maar we doen het eigenlijk voor de borst. Een tweede grote vorm van borstreconstructies is reconstructies met niet met eigen weefsel, maar met een prothese. Dat wil zeggen dat we gaan eigenlijk een prothese nemen, een siliconenprothese, en daarmee een reconstructie uitvoeren. Maar die prothese is een makkelijker operatie. Mm-hmm. Je hebt die maar eronder te plaatsen. Het is veel moeilijker om een stuk huid en vetweefsel te verplaatsen. Maar zo'n prothese heeft ook nadelen. Heel veel vrouwen hebben nood aan radiotherapie na behandeling van borstkanker. En de radiotherapie gaat niet samen met een prothese. Nee. Waarom? Die gaat niet ingroeien, die gaat infecteren. Dus daar hebben we eigenlijk 50% kans op falen. Dus dat kun je het al niet doen. Oké, dus je moet dat persoon tot persoon En omgekeerd, jonge vrouwen die eigenlijk heel strak in het vel zitten, die helemaal geen overgat hebben, daar kun je vaak geen stukje reserveonderdeel van stelen, want ze hebben eigenlijk niet zo heel veel over. En dat maakt het heel individueel niet zo makkelijk. Je hebt een voorbeeldfoto meegebracht van een meisje van 29 jaar. We gaan even verder kijken. Voilà. Oh, dit is hem. 29 jaar, er werd borstkanker vastgesteld. Ja, dat meisje, jonge vrouw, borstkanker vastgesteld in de linkerborst. En zij bleek dan ook draagster te zijn van het gen voor borstkanker. Dat wil zeggen, een heel grote kans om ook hetzelfde voor te hebben in de loop van haar latere leven aan de rechterzijde. Nu, bij die vrouw is dus een beiderzijdse amputatie, een borstamputatie gebeurd. En de foto aan de rechterzijde ziet u eigenlijk de vrouw na die amputatie. Er was getracht om een reconstructie uit te voeren met sparen van de huid.
En dat was niet helemaal gelukt. Dat was door een ander team gebeurd. En wij zien dat meisje eigenlijk voor de reconstructie. Zo bij jullie binnenkomen. Ja, aan de foto van de rechterzijde. Ja. Ja, dit is, als je dit beeld ziet, dit heeft niets te maken met bij mijn, dit heeft niet veel te maken met echt esthetische chirurgie. Dit is een verminkt lichaam. Ja. Die vrouw is 29 jaar, heeft nog heel leven voor zich. Op die manier, dat is mentaal heel zwaar om dragen. En daar kunnen we dus proberen zo mooi mogelijk resultaat mee te boeken. Ja. Laten we even de volgende slide bekijken, want daar zien we, dit zijn gereconstrueerde borsten dan. Ja, dit is hetzelfde meisje, ongeveer een zestal maanden later. Dat is een heel recente foto, een foto van 3 weken oud. Dus hier hebben we de rugspier gebruikt. Die komt van de achterzijde van de rug. En op de plaats waar de tepel hoort te zijn, zie je dat die huid iets anders van kleur is. Dat is eigenlijk huid die afkomstig is van de rug. Okay. En daaronder zit een prothese. Ja. U ziet, ze zit nauw in het vel, dus ze heeft niet zo heel veel over. Dus daar zit er een prothese onder. Maar dit is het resultaat na verschillende stappen van chirurgie. Eerst wordt er een ballonnetje geplaatst samen met die spier. Dat ballonnetje wordt eigenlijk dan systematisch opgeblazen om die huid op te rekken. En dan wordt er een definitieve prothese in geplaatst. Ziet er goed uit, hè? Ziet er mooi uit, hè? Ja, absoluut. Dat is de bedoeling, hè. We gaan niet daar gewoon iets op plakken. We gaan er proberen echt wel iets moois van te maken. En een volgend stadium zal zij klaar zijn, waarschijnlijk over een drietal maanden, voor een reconstructie van de tepel. Dan gaan we daar eigenlijk een tepel op plaatsen. En nadien kan het tepelhof dan nog gereconstrueerd worden ook. En dan heb je eigenlijk een borst, als je van goed van ver kijkt, eigenlijk niet onderscheiden is van een natuurlijke borst. En vooral als deze vrouw een BH of een bikini aan heeft, kun je eigenlijk het verschil amper zien. Ik denk dat je daar heel veel vrouwen terug een leven mee kan geven. Hè. Nu, is het betaalbaar? Het is betaalbaar. Nu, de gezondheidszorg betaalt die ingrepen terug, maar niet volledig. Dat wil zeggen, die ingrepen zijn behoorlijk complex, ze zijn langdurig vaak. Er bestaat uit verschillende stappen. En uit het geld dat wij van de mutualiteit krijgen, kunnen we het vaak niet doen. Ja. Dus is er wel een supplement. En ik weet, er is heel veel om te doen over supplementen. En dat de BTW op plastische chirurgie? Dat is een heel ander verhaal. Ja? Dat gaat echt over de louter cosmetische chirurgie. Die BTW-heffing die is eigenlijk bedoeld voor operaties die eigenlijk totaal niet zijn. Terugbetaald zijn door de mutualiteit. We zeggen echt de louter esthetische chirurgie bij gezonde mensen. Ja. Maar wij vinden dat eigenlijk geen goed idee. Nee, okay. Waarom? Omdat het blijft gezondheidszorg, het blijft geneeskunde. Hè. Ook al is het niet levensreddend, de definitie van gezondheid is eigenlijk een lichamelijk, een geestelijk en een sociaal welzijn. Dat wil zeggen, iemand die elke dag wordt geconfronteerd, zich schaamt omwille van een aspect van zijn of haar lichaam, die niet mooi is of die misvormd is of wat dan ook, en die op een bepaald moment beslist van kijk, ik wil daar iets aan doen, het wordt niet terugbetaald, dus ik betaal het zelf. Die moet niet bestraft worden om daar nog eens extra BTW op te heffen. Ja. De vraag is dan ook, moet je bijvoorbeeld een tandheelkunde gaan terugbetalen? Tandheelkunde is ook niet levensreddend. Bijvoorbeeld een kunstlensimplantatie moet daar dan ook BTW op gaan heffen. Wat gaan wij doen met als een van die mensen voor de operatie naar de cardioloog of naar de hartspecialist moet, om eigenlijk het hart na te kijken voordat er een narcose plaatsvindt, is dat dan ook onderhevig aan BTW? Niemand die het weet. Ik stel voor, meneer Vermeulen, dat u nog een keertje terugkomt en dat we die discussie nog een keertje gaan voeren, want het is heel interessant. Maar wij onthouden vooral dat er morgenavond een infosessie is in het ziekenhuis Oost-Limburg op de campus Sint-Jan. Sint-Jan in Schiepsebos in Genk. Die gaat door van 6 tot 9. We gaan eigenlijk elk aspect van de borstkankerbehandeling toelichten. Dat gaat zowel van de medische kant, maar we hebben een tweede luik dat echt gaat over de menselijke kant. Awel. We hebben een getuigenisverklaring van 3 patiënten we hopen een levendig debat te hebben en heel veel informatie Zeer te goed. Geven. Ik wens u veel succes alleszins. Dank u wel, dokter Vermeulen van het ziekenhuis Oost-Limburg.